Hier had het vanaf volgende week moeten plaatsvinden, Circus Royale. De nieuwe lockdown gooit alleen roet in het eten. Daarover vertelt Tony Teutenberg bij radioprogramma Studio De Wit. En aan de telefoon heb ik Anthony Teutenberg van het Wintercircus. Dag Anthony. Hey, goedemorgen. Ja. Nou, laat dat goede er maar vanaf. Juist. Het is geen goede morgen voor je, dat begrijp ik. Nee. Ik denk voor niemand niet en voor vele gezinnen in Dordrecht niet. We weten het nog even niet wat we gaan doen. De eerste artiesten zijn gisteren aangekomen. We waren al op de opbouw. We hebben vanmorgen ook besloten om alles even gewoon stil te zetten. We gaan nog zeker niet afbouwen. We hebben nog steeds de strijdbel niet in de ring gegooid. Of de handdoek in de ring gegooid. We wachten even af, want we kunnen ook niks voordat we iets weten van de overheid. Het is gewoon een harde klap, want te meer in Dordrecht. Iedereen was enthousiast. Het is ook door onze fans en onze trouwe bezoekers van vroeger weer opgestart. En des te harder komt de klap aan. De teleurstelling denk ik bij de medewerkers is ook erg groot. Ja, enorm. Ik heb vanmorgen... Ja, het waren zware gesprekken. Laten we het daarop houden. Het waren zware gesprekken en met heel veel emotie. Ja. Omdat er zaten ook, het heette niet voor niks de Royale Reunie weer. Ja. Er zaten artiesten bij die echt zich erop verheugd hadden om weer terug te komen bij het Dordtse. En dat was heftig. We zijn als enige circus, en Maastricht rijdt ook nog, Kerstcircus Maastricht, nu niet meer uiteraard. Wij zouden de enige twee circussen zijn geweest in heel Nederland die nog tot eind aan toe hebben gewacht. En de reden waarom wij hebben gewacht is gewoon puur... We zagen het nog maar voor ons. En we hadden zoveel positiviteit en zoveel warme onthalen van bedrijven, van onze gasten en noem maar op. Dus wij wilden ook tot het eind aan toe blijven wachten. En ik denk dat we nu wel inderdaad op het punt zijn gekomen dat het wachten ergens eindigt. Want we weten eigenlijk denk ik allemaal wel wat er gaat gebeuren. Ik wil toch nog even iets zeggen tegen de luisteraars. Hou moed, jullie krijgen, mocht het allemaal zo gaan gebeuren, iedereen krijgt uiteraard zijn geld terug, want dat staat gewoon apart. Daar zijn we niet aangekomen. Er had het mooiste kerstfeest van Nederland gestaan. Het beste wat Dordrecht überhaupt ooit had kunnen hebben. En ik hoop dat diezelfde mensen die zich zo hebben ingezet om en een kaart hebben gekocht en alles hebben gedaan tot het onmogelijke toe om ons terug te krijgen. Hou vol, want dat ene jaartje komen we ook nog wel door. Wij zullen doorgaan. Wij gaan volgend jaar gewoon terug. Ja. Yeah.